Oké, dit filmpje kan ik vrij kort blijven, want dit gaat over de insert. En het meeste gedeelte heb ik al op staan. Want ik kan dit scherm hier kan ik gebruiken om een insert te doen. Oké, ik kan hier nog een knopje erbij doen. Button. Hup. Hup. Een beetje vergroten. Dat kan ik natuurlijk makkelijker doen natuurlijk. Dat kan ik even doen. Opa. Dan maak ik hier even insert persoon maken en dan ga ik boven natuurlijk even die knop qua naam aanpassen, dus een insert persoon. Oké, heb ik gedaan. En insert moet je altijd even controleren, want die velden mogen niet leeg zijn. Dus ga even in de knop zitten. Dan zeg ik ja, if tekst achternaam tekst is leeg, dan moet er natuurlijk een bericht over komen, maar wat ik gewoon dan doe is eigenlijk het simpelste, het is niet het simpelste, maar wel melding is nog even leeg. Oké, die haak ik of zo, dan zeg ik hier oké, van melding. If tekst bcn.tekst is gelijk aan leeg, dan zeggen we een melding is bcn. Oké, is die leeg? Zeg ik nou tekst. Of nee, melding. Punt. Add. Rol. Oké. If. Oh, ik ben een isje vergeten. Is. If. Tekst. Tussenvoegsel. Punt. Tekst. Laatste if tekst voornaam tekst is gelijk leeg, dan komt hij er ook nog bij. If een melding punt count is gelijk aan 0, deze is leeg, dan zeggen we dus oké, daar gaan we iets mee doen. Anders als oké, var bericht is format, dan
hoeft niet gevuld te zijn. Niet alle velden zijn gevuld. Komma. En dan zeg ik oké, melding. 0. Melding 1, melding 2, melding 3. 1, 2, 3, 4 velden, punt, komma. Volgende velden missen. Missen, dubbelpunt. Oké. Dus en. Maar stel nou, hij is dus wel gevuld, dan gaan we dus de waarden invoeren in de database. Oké, dus dan krijg je hier weer. Ik ga een keertje het echt goed opschonen, maar voorlopig doe ik het even op de volgende manier. Oké, krijg je dus db functions is new db functions. Ja. En dan krijg ik hier db functions punt connect. Oké. En dan krijg ik daarna oké. De ding is dus open. En dan ga ik natuurlijk een MySQL. Even kijken, command. Command is new MySQL command. Doe ik even niks. Dan geef ik eraan dus de connection. Command.connection is connection. Oh wacht, ik doe het verkeerd. Die ga ik wel even kopiëren, maar die moet ik even ergens anders voor nodig hebben. Oké. Die moet ik natuurlijk naar de db-functie toe. En dan zet ik hier public void insert persoon. En dan krijg ik natuurlijk een string en vnaam. String t. String achternaam, string base en string rol. En dan ga ik hier het dingetje natuurlijk neerzetten. En command connection is natuurlijk connection. En dan krijg ik natuurlijk met command tekst. En dan zeg ik hier command tekst is insert into persoon. Ja. Dat levert een klein probleempje op. Want we kunnen natuurlijk niet zomaar de rol in doen. De rol is natuurlijk niet de rol, maar de rol is het nummertje. Dus we moeten de rol eerst ophalen via de nummer. En dan kunnen ze eentje tussen maken. Maar eigenlijk kan je dat met constraints doen, dus ik zet hier private get role string r en dan ga ik
krijg ik alweer niet slechts een review. Dat is een steentje voor. Nee, ik zeg precies dan. Even zoeken of kijk wat is dat weer. ID-ROM. ID-ROM. Oké, dan zeg ik slecht hier. Ik heb alleen de ID-ROM nodig natuurlijk. ID-ROM. From. ROM. Where. ROM. Is. Het ROM. Dan ga ik hier natuurlijk ook ROM van maken. ROM. ROM. R. Daar krijg ik natuurlijk het ding van binnen. En het enige wat ik nodig heb is die ID-ROM. Dat is een int. Weg. Ik heb het eerste nodig, dus het is return. LR.getInt 32. En dat is de rol, is natuurlijk ID-ROM. Return type void. Natuurlijk. Oké. Het mooiste zou natuurlijk zijn eigenlijk dat ik het op daar doe, maar het maakt niet uit. Even kijken, die zit erin. Oké, dus we krijgen hier die rol van terug. Die hebben we nodig. De ID dus van het ding. Dus ik moet hier nog even tussendoor.